De gemeente Eindhoven heeft een klimaatplan en elk jaar wordt dat omgezet in een klimaatbegroting, wat er ook gaat wat we dat jaar gaan doen. En het is een klimaatplan en een klimaatbegroting omdat het gaat over CO2. En de ambitie is dat we in 2050 95% minder CO2 uitstoot hebben. Dat is hartstikke ambitieus. En daaronder ligt natuurlijk ook dat we gaan voor een andere manier van warmtevoorziening van woningen. Het simpelste is aardgasloos. Dat soort dingen proberen we nu te regelen. Als je dan kijkt naar Eindhoven, dan zie je dat dat vooral stedelijk gebied is. Dus we hebben wel groengebieden, maar dat zijn gekoesterde groengebieden. Dus daar zijn eigenlijk geen huizen aanwezig. En de vraag is altijd, kun je het dan in je eentje oplossen? En het antwoord is vaak nee. Als je kijkt, de opgave gaat letterlijk onze grenzen vaak te buiten. Wij proberen vooral samen met onze hele omgeving in de regio Zuidoost-Brabant te kijken wie we nou precies wat kan doen en wie welke mogelijkheden heeft om het ook voor de anderen te doen. En het fijne is dat de provincie Noord-Brabant ook besloten heeft om samen met deze subregio vooral te proberen om voor die CO2 en die energie-neutraliteit te gaan. Zonder dat mensen meedoen en mee willen doen, gaat het gewoon niet lukken. Dus we hebben al dat instrument van WoonConnect om vooral je eigen leven gecombineerd met je woning te kunnen regelen. Dat is niet voldoende, want dan gaat het alleen om de individuele woning. En op het moment dat je een andere voorziening creëert in een hele wijk, dan moet je wel met elkaar het gesprek hebben over is dat nou een voorziening die je doet of kunnen we het hier aardgasloos maken en wat zijn dan de alternatieven. Alles wat we doen, daar is een directe noodzaak om het te doen, maar welke specifieke oplossing we creëren, dat is niet aan ons. Dat is iets van ons allemaal. En het is fantastisch juist om het met elkaar te doen. De rol die de industrie overal kan spelen is het geven van restwarmte die bij de productie vrijkomt om die in te zetten om dingen te verwarmen. Maar dat is niet de rol die onze industrie speelt. Onze industrie is namelijk van de innovatie. En dan zijn we sowieso heel erg goed bedeeld, want we hebben ook nog die technische universiteit. Dus wat je ziet is dat heel veel van die studenten die werken al met bedrijven samen. Dus hier kun je echt nieuwe oplossingen bedenken. Ik denk dat in 2030 wij in Eindhoven vooral een slag hebben gemaakt dankzij zonne-energie. En dat komt omdat we hier twee dingen hebben die dat gaan mogelijk maken. Het eerste is dat wij hier Soliance hebben en die maakt zonnefolies. En die zonnefolies die gaan wij nu toepassen in de openbare ruimte met de intentie om de hele openbare ruimte energie neutraal te maken. En mijn collega is het nu aan het uitproberen rond gebouwen. En als je zoiets in de aanbieding hebt om uit te rollen, dan wil je dat ook doen. De tweede is dat hier de TU heel erg bezig is met de energieopslag. En dat zorgt ervoor dat juist dat borgen van het publieke belang, dat er altijd energie is, in combinatie met die opslag heel makkelijk wordt. Want wat je ziet is dat je moet het ook doen voor de elektrische auto's, je moet het dus doen voor het huis, je moet het op allerlei manieren. Dus ik denk dat wij vooral heel erg veel slagen zullen maken in de elektrische energie. Dus de zon zal in Eindhoven heel veel dingen mogelijk maken.